Jawel, nieuwe GameKings extra en de afgelopen week heb ik al een paar extraatjes gedaan. En toen werd mij gevraagd of ik toch weer eens een keer boos kon worden, maar ja, ik ben helemaal blij. En dat komt omdat ik het afgelopen weekend, en wie weet als je mijn Twitter-account volgt, GKJJ, dan weet je dat ik de beide consoles heb gekocht. Onafhankelijk journalist, dus dan doe je gewoon netjes tegelijk. Geen fanboy gezeik, ik heb ze ook tegelijk geïnstalleerd, tegelijk opgestart. En ze staan nu allebei te shinen. En het is wreed. We wisten al natuurlijk gewoon dat Next Gen wreed was. Maar ja, om het nou, hè, meestal speel ik het daar. Omdat de games vond ik gewoon nog niet tof genoeg. Dus dan speel je gewoon test het op de redactie. En dan zie je wel dat het wreed is. Je ziet het ook wel op die evenementen dat het wreed is. Maar als je het echt thuis hebt staan op je eigen televisie met je eigen surround setje. In de rust, je een beetje te pielen. Dan pas eigenlijk krijg je echt dat next-gen gevoel. En dat had ik enorm. Ik heb ook de mooie witte Xbox. Dat had ik niet eens door. Want, dat vind ik een beetje raar. Ik bedoel, het is al een hele tijd geleden dat ik een console heb gekocht. Want de vorige generatie PlayStation 3 was een kerstcadeautje. Wat we toen kregen hier bij Blammo. En de Xbox die had ik volgens mij toen van Microsoft gehad. Omdat we een evenement deden. Dus dat zat een beetje in de prijs verrekend. Dus het is al zeker 10 jaar terug dat ik een console in de winkel kocht. Dus ik ging naar die winkel toe. En ik vraag van ja, kan ik een losse PlayStation en een Xbox kopen? Dat kan dus helemaal niet meer. Dat is allemaal tegenwoordig bundel. Dus dan moet je een bundel gaan uitzoeken, weet je. Nou, heel veel games die hebben we dan al. En dan zijn het ook allemaal wel toffe games. Dus dan moet je helemaal gaan kijken van... volgens mij kan ik nou Sunset nemen of neem ik Assassin's Creed Unity. En bij PlayStation kon ik kiezen tussen Call of Duty of Far Cry. Of, weet je, en dat zijn best wel lastige keuzes. Maar toch vind ik het raar dat je niet meer gewoon een losse console kan kiezen. Het scheelt toch vaak ook geld. Maar ja, het is dus een nieuw ding. Het zijn bijna allemaal bundels. Ik heb in ieder geval die van Sunset Overdrive gekozen. En dat leek me wel een toffe game. En toen kwam ik er ook nog achter omdat iedereen het op Twitter zei dat het een witte was. En ik moet zeggen, ik heb ze nu allebei een beetje... Ik zet ze wel gescheiden. Ik heb een Xbox kant en dan een PlayStation kant. Met daartussen heb ik de geluidsinstallatie staan. Om te zorgen dat er geen kift ontstaat tussen die twee. Dus daar heb ik echt aparte secties van. Maar iedereen zegt, ja, die PlayStation is zoveel mooier. Maar die witte Xbox, die vind ik eigenlijk toch wel mooi. Het ziet er toch wel heel gelikt uit. Daar zag ik vandaag ook weer die GTA 5. Xbox en PlayStation, dat is helemaal waanzinnig wreed. Maar goed, daar is er volgens mij maar één van of een paar. Heel tof. Games ben ik natuurlijk aan het spelen. Ging eigenlijk ook heel makkelijk dat opstarten. Ik had verwacht dat ik heel veel problemen zou krijgen. Maar ging makkelijk. Ook het installeren ging allemaal vrij makkelijk. Moet wel zeggen dat beide consoles er qua... menustructuur er niet, vind ik, echt op vooruit zijn gegaan. Ik bedoel, Xbox snap ik dan wat meer, omdat ik daar wat meer op gespeeld heb. Maar PlayStation blijf ik. Als ik iets in de settings moet veranderen, ben ik altijd een half jaar bezig. En verder rest, ja, die games. Waanzinnig, weet je. Ik bedoel, ik ben nu met Far Cry bezig. En nou zie je toch echt wel dat Next Gen vet is. En ik heb ook een beetje het gevoel dat de stap van... PlayStation 3 naar PlayStation 4 voor mij groter is dan van de PlayStation 2 naar de PlayStation 3. Misschien was dat 5 jaar of 10 jaar terug niet zo. Maar ik heb het gevoel dat we nu grafisch echt zo ongelooflijk richting realisme komen. Het ziet er zo mooi uit, die wereld. Het enige wat ik wel vervelend vind in al die games die ik nu een beetje aan het spelen zijn, is die druk die ze vanuit de game eigenlijk de hele tijd aan het opvoeren zijn om online te gaan. Ik bedoel... Aan de ene kant willen ze die consoles dus niet altijd online hebben, want dat wil de community. Maar ondertussen bijvoorbeeld, voorbeeldje bij Far Cry. Als je dan de game opstart, dan vraagt hij altijd, wil je naar Uplay toe gaan? Nou, nee, fuck die Uplay, dat wil ik helemaal niet. Maar elke keer blijft hij dat maar vragen. En dan vervolgens, dan staat hij automatisch op online verder spelen. Maar dat ik wil offline verder. Wat, laat ik zo zeggen, bedoel, als ik dat de vorige keer toch heb gedaan, is het toch logisch dat dat dan aanstaat en niet andersom. Dus constant zijn ze bij heel veel games, wil je online, wil je online, wil je online. En dan denk ik van, als je dat dan toch de hele tijd wil dat wij online gaan, waarom zet je dan die console weer niet altijd online? Maar ja, dat mag dan weer niet. Dus het is een beetje schijnheilig. Maar al met al, waanzinnig. Ik ben er super blij mee. Eén nadeel, en dat is dus echt dat ik gewoon de PlayStation 3 en de Xbox 360 vanaf nu, ja, is het gewoon stofhap. Ik had verwacht dat ik nog wel een beetje zou switchen. Ga ik niet meer doen. Ik bedoel, het is echt... Het ziet er gewoon te wreed uit. Je merkt ook gewoon door de processorkracht dat de AI en dat soort dingen, dat er meer kan. Grotere open werelden. De sportgames vind ik beter. Online werkt het nog niet altijd. Maar goed, dat begint ook allemaal te komen. Maar ja,
zie je hoe snel dat gaat. Dat je dan toch je console eigenlijk achterlaat. Beestje waar je ja, toch 7, 8 jaar op doorgebracht hebt. Vele uren. En in één keer staat het daar een beetje werkloos. Meestal gaat het dan naar de slaapkamer. Dan gaat mijn vriendin erop gamen, want die is wat minder zo van graphics. Dus dat is het voordeel. We hadden altijd ruzie over wie de console mag. Nou, ik doe nu de next gen. Zij gaat dan nog voorlopig even op de current gen spelen. Dus dat is handig of we gebruiken hem als DVD-speler. Maar ja, het verbaast mij. Ik had verwacht dat ik toch wat langer nog aan die... Maar goed, ik heb het een jaar uitgehouden met de oude consoles. We zijn al een jaar next gen. Maar du moment ik ze had, afgelopen met die handel. En bam. Goed, over next gen gesproken. PlayStation 4. We hebben een hele... Sterker nog, ik denk dat wij de grootste prijsvraag ooit hebben. Jawel. Ik heb hem eindelijk gevonden, de game die een beetje bij me past. Niet qua inhoud, maar wel qua omvatting. Je zult het niet denken, maar dat lijkt natuurlijk gewoon van haha, dat het een soort van we hebben al vaker van die dozen die we dan krijgen die we in elkaar mogen zetten. Maar hier zit echt een game in. Ik lul niet. Ik weet niet, ik ga het proberen als ik ga schudden. Als je het heel goed hoort, hoor je dat plastic doosje, die hoor je onderin. Hier, dit is Little Big Planet 3. Hij schijnt heel erg leuk te zijn. Ja, ik heb niks met Sackboy, want ja, dan moet je het zelf maken. Ik speel liever iets wat gemaakt is voor mij. Maar de mensen die hem tof vinden hier, die vinden hem waanzinnig. Het is de beste uit, de drie delen. En we gaan deze weggeven, deze complete game. En dat gaan we doen. Terwijl nu Skate en Jelle knijterhard binnenkomen. Maar dat maakt niet uit. Dat gaan we doen eigenlijk een beetje tijdens onze vrijdagstream. En je moet er twee dingen voor doen om dit complete, we gaan hem helemaal opsturen, te winnen. En dat is ten eerste moet je ons GameKings channel even subscriben. Ons Twitch kanaal, hè? Daar worden wij ook blij van. Dus dat houden we sowieso in de gaten. En je moet de stream kijken, want daarin maken we ook bekend wie er gewonnen heeft. Plus dat je even heel lief aan je ouders of je huisbaas moet vragen of de brievenbus ietsje groter kan. Want hij moet wel door de brievenbus. Dat is een voorwaarde. Deze moet door de brievenbus, dat moet kunnen. Als je hem dan waarschijnlijk niet in de breedte, maar gewoon zo een sleuf maakt, zaag je er gewoon in. Of je maakt gewoon een hondenluik voor je labrador. Dan kan hij er ook heen. Dan komen we brengen, want zal hij blij zijn, de postbode, dat dit moet brengen. Maar toch leuk, zo onder de kerstboom. Hè? Of bij Sinterklaas, door de schoorsteen. Maar goed, jij kunt er dus winnen, vrijdag bij de stream. Subscriben en ja, tof. Past niet eens in mijn kast, man, dat ding. Jezus, mina, dat ding. Heb je nou ook een hele grote PlayStation? Voor nodig. Heb je die wel thuis staan? De game zit hier ergens. Ah, oké. Okay. Ik heb gehoord. Je moet het zo open en dan zit er zo'n cd in. En die moet je dan in je grote PlayStation stoppen. Dat zou tof zijn. Ja, dat je een soort van adapter hebt. Zo'n hele grote adapter waar je hem in moet doen met een kabeltje. Nee, het spelletje zit hier denk ik ergens. Hoe vet zou het zijn als een Sinterklaas surprise? Maar dan dat dit de game is. Nog eroverheen moet. Dat je die in een grote PlayStation stopt, zeg maar. Dat je wil je echt een grote surprise maken. Wat wil je hebben? En dan zeg je, ik wil een vette game. En dit is vet. Dit is heel vet. Dit is vet. Dus uniek. En doe gewoon mee. Sackboy, Little Big Planet 3. Hatsaflats. Ga ik hem alvast even naar de postbode brengen. Doei.